mijn allereerste Brawlstars video ooit. Let's get it. Voor de mensen die van de Brawlstars community komen, ik zal jullie mijn profiel laten zien. Ik ga jullie mijn knokkers laten zien, het aantal trofeeën. Maar ja, zoals jullie al kunnen zien, ik heb linksbovenaan 17.2k trofeeën. En ik heb ook in principe alle Brawlers unlocked. Dus ik ben niet iemand die even snel om de hoek kon kijken. Ik speel dit spel al redelijk lang. En ik ben er ook niet echt super slecht in. Ik ben niet de beste, maar I'm working on the skills. En in principe, ik heb gewoon alle knokkers unlocked. En ik heb alle knokkers op max na. Allemaal max level. Max is in principe gewoon een van de meest nuttige brawlers die je maar in je team kan hebben. Zoals jullie kunnen zien, ik heb zelf nog nooit het poppetje eigenlijk aangeraakt. Ik heb hem gelijk geleveld van level 1 tot en met 9. En ik ga dan nu gewoon, zoals ik al net zei, een paar potjes spelen met mijn broer. Dus let's get it. Ik weet niet of ik er goed mee ben. Dus we gaan het zien. Heb je huid voor nodig? Wachten. Alleen maar wachten. A few moments later. 12 seconds later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Alright, let's get it, man. Leveling papi. Mijn eerste potje. Ik vind dit sowieso wel een van de rottigste duo mappen om te spelen. Omdat iedereen kan hier ook, we zeggen eens in de zoveel tijd. Ah. Oh. Dat meen je niet. Ik doof of zo! Nou goed, oké, we spelen dus duo. Ik vind dit een van de lastigste duo mappen die er maar zijn. Omdat, at the end of the day zijn heel veel van die, hoe zeg je dat? Er komen heel veel van die speciale, van die drankjes, weet je wel, waardoor je super snel of super sterk wordt. En dan ben je in één keer ben je gewoon dood. We moeten uit de buurt blijven van hun. Daarom is deze map dus heel erg lastig en ook vervelend. Ik vind deze map echt heel vervelend om te spelen. Gelukkig heb ik het weten vol te houden, alleen... Jijks. Nu wordt mijn broer onder druk gezet. Oh! Nee, dat meen je niet. Bro. Ja! Ons is doof! Wauw. Even serieus. Het mooie trouwens aan deze knokker is dat hij vier aanvallen heeft. Dat maakt het ook wel echt super nuttig. Oh, hier, nice. We kunnen gelijk druk zetten op deze guy. We gaan hem insluiten. Carl, get the F out of here. Ja, deze sluiten we gewoon prima in. 11 steentjes. We moeten kat in het bakje zetten. Hup. Let's go. Onze allereerste game. Let's get it. Heerlijk. Ze zijn derde geworden. Lastig. In ieder geval wel nog 4 trofeeën gepakt. Ze zijn wel weak, dus misschien kunnen ze afgemaakt worden of opgeruimd worden door een ander team. Maar dat maakt hen nu wel ontzettend sterk natuurlijk. Oh, hoppa. Heerlijk. Er zijn toch weer 2 gaten steentjes. En zo zitten we in een showdown. Heerlijk, let's go. Hele goede trade. Oké, het is een Shelly. Een beetje oppassen voor hem uit de buurt blijven. Ja, heerlijk, netjes. Let's go. Ah. Beetje turbo. Afstand houden. Zorgen dat hij continu damage ontvangt zodat hij niet kan healen. Lekker man. Let's go. Ziet er veel beter uit. Dat ziet er veel beter uit. Nou, op naar de volgende. Oh! Nu zei hij. Oh, kijk hem gaan. Ja, heerlijk. Heerlijk. Hij was eigenlijk, mijn broer was eigenlijk een decoy daar zo. Afleidingsmanoeuvre. Dit potje zouden we inderdaad moeten doen.
go. Let's get it. Hele goede trades. Let's go. Nice. We hebben de momentum eindelijk te pakken. Why is everyone so slow? We gaan gelijk door naar de volgende. Max is echt een zeer sterke bar. En Speedy Gonzalez. Waarschijnlijk gaat zijn teammate komen. Nee, gelukkig niet. Dan heb je een dubbele effect. Zoals ik al zei, als je dat frisdrankje inneemt en je hebt vervolgens ook nog die boost, die special, die gebruikt wordt, ja, dan ben je gewoon Speedy Gonzalez. Dan kan niemand je stoppen. Easy. And let's go! 17 stages, easy victory. Gepakt, let's fucking go. Let's effing go. Dus we zitten wel gelijk op 40 trofeeën. Let's go. Ah nee, dat was niet verstandig van mij. Ja, yes. Ja, helaas. GG's. Ook dat kan gebeuren. Daar hebben ze het gewoon ontzettend goed uitgesproken. Dat misschien iets agressiever moeten spelen daar op tik, maar... ik ben dood. Oh, dat meen je niet. Wauw. Lastig. Nog iets minder agressief spelen hier zo. Ja, die is natuurlijk door. Joejoe. Doei doei. Joejoe. Joejoe. Die zou natuurlijk nooit winnen. Goed, die damage getaten. Moet oppassen voor die boel volgens mij. Ja, die stinker is dat hier zo. Ik heb hier. Oh nee, waarom? Oh. Ja. Wauw. Dat had ik ook nooit moeten doen. Oh mijn god. Nou goed, dit is de laatste game. Hopelijk kunnen we deze video afsluiten met een win. We hebben toch al best wel wat trofeeën gepusht. Let's go. Nice, gelukkig heb ik hem kunnen pakken. We wachten even totdat mijn broeder weer is. Pakt hij die twee steentjes en dan gaan we gelijk door. Let's go. Moet niet te agressief gaan hier zo, want dit kan best gevaarlijk zijn. Juist, lekker man. Heerlijk. Heerlijk. Let's go. Hoppa, met die boost erbij. Ga ervoor. Die Bea is absurd. Die Bea is absurd. Maar ik ben ook absurd. Let's go. Die boos stress ik me niet echt. Why is everyone so slow? Die Bea, die gaat gevaarlijk zijn. Lekker insluiten. Voor mij mag hij dood. Hij heeft die beer afgemaakt. Dat is doof. Go. Tuurlijk een easy victory. Let's go jongens. Heerlijk. Heerlijk. Nou, we hebben in deze video hebben 82 trofeeën gepakt. Dus dat zorgt ervoor dat we uiteindelijk op 17.259 trofeeën eindigen. En dat was mijn allereerste Brawl Stars video. Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Er zijn natuurlijk een groot aantal dingetjes waar ik nog aan moet letten. Een overlay, een dit, een dat. Dus als jullie wat tips en tricks hebben, laat het gewoon weten in de comments. En als jullie ook wat leuke challenges hebben van Brawl Stars, als jullie die graag zouden willen zien van mij, laat het gewoon weten. Laat een likeje achter, laat een comment achter. En... ja, maar wie weet zal die content of zal die challenge gebruikt worden voor de volgende video. Dus nogmaals, dank jullie wel voor de support. En ik wens jullie een hele fijne dag verder. En tot de volgende keer. Ciao.